Wat? Zo. Dit is echt proost. Proost, Tintin. Maar ik kan dat niet met die slagroom. Tuurlijk wel. Zo gaat het echt altijd. Dat heb je zo'n beetje. Wat? Ja. Hoe gaat hij nou naar voren? Die bank, die stoel omhoog. Mam, gewoon aan de zijkant. Ik ben zo nerveus. Jongens, we zijn zo vroeg in de stad. Jongens, mijn wimpers zijn gedaan. Ik ben echt heel blij. Kijk. Dus die heb ik gewoon hierop gedaan. Echt heel leuk. En hoi, leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe weekvlog. Mijn naam is Jennifer en het is vandaag maandag. En voor degenen die mijn vorige weekvlog hebben gezien, weten dat ik dan vandaag herkansingen had en een inhaaltoets. Nou, best wel redelijk gegaan. Volgens mij die inhaaltoets natuurkunde niet. Maar goed, dat hadden we al verwacht. Die ga ik lekker wegstrepen. En ja, sorry, ik leef echt in dit pakkie. Maar dat is zo ideaal voor als ik eventjes een uurtje naar school moet. Helemaal buiten aan, ik ren helemaal de trap op. Maar ik heb zo een afspraak voor mijn wimpers. Ik ga one by one wimpers. One by one wimpers laten zetten. Voor de eerste keer. Dus ik ben echt heel erg benieuwd. En het leek me wel handig. Ik weet dat het niet heel goed is voor je wimpers. Maar ik weet niet. Ik sport natuurlijk heel veel. En ik heb nooit zin. En ik doe eigenlijk nooit meer mascara op. Omdat ik dat gewoon veel werk vind. Om dat er steeds af te halen in de avond. Ik ben echt zo lui. En ik dacht, nou, als ik er dan toch een beetje vrouwelijk uit wil zien, dan maar misschien een keertje nepwimpers proberen. Oh mijn god, ik ben een pil vergeten vanochtend. Oh, paniek. Ik heb eventjes een beetje wat aan mijn gezicht gedaan. En ik heb mijn haren ook zo gedaan. En aan de bovenkant heb ik dit gedaan. En ik moet vanavond trainen. Maar kijk hoe leuk. Ik heb het gesteld en dit echt een beetje hoog gezet. Ik vind het echt heel nice. En ik doe gewoon voor mijn wimpers. Gewoon eventjes dit pak hou ik aan. En dan dit tassie. Oh, hij moet wel dicht. Doe ik erbij. I like this outfit. Yes. Hey, die was ik kwijt. Top, die kan gelijk in mijn tassie. Ik ben nu in dat winkelcentrum waar ik mijn wimpers ga laten doen. Alleen, we zijn een beetje te vroeg. Dus we zijn even naar de Kruidvat geweest nog. Maar we zijn nog steeds een kwartier te vroeg. Dus we hebben even een bakje koffie, mijn moeder ook. Allemaal top. En ik ben best wel zenuwachtig, want ik heb mijn wimpers nog nooit laten doen. Dus ik weet echt niet hoe dat eruit gaat zien. Jongens, mijn wimpers zijn gedaan. Ik ben echt heel blij. Kijk. Echt heel mooi. En nu heb ik geen eyeliner op. Maar ik vind dat niet eens storend. Nu vind ik het gewoon mooi. Yes. En ik heb mijn voetbalshirtje aan. En een sportlegging, want ik moet zo sporten. Beginnen we met Black Cherry. Ja, oké. Okay. Het is vandaag dinsdag. Kon je niet erbij zeggen? Nou, ik heb het vandaag nog niet gezegd. Ik ben net thuis op. En toen appte ik, want ja, ik was dus net thuis, want ik was eventjes weg. Heb ik jullie verteld? Ik heb niet verteld waar ik heen ging. Maar toen appte ik van, wie wil er wat doen? En toen zei Bob, kom in. Want we zijn vrij vandaag. Dus, vertel eens welke wij gaan maken. We hadden meerdere opties. Een vlugelcocktail. Daarom hebben we ook vlugels mee. En een cosmopolitan. Ook heel lekker, met triple sec. Cranberry juice. Hartstikke hard gaan. En we hebben ook een nieuwe limited edition boswandeling. Daar zijn we zo benieuwd naar. Heel erg benieuwd. Kleurtje ziet er een beetje eng uit. En we hebben natuurlijk de Amerikaanse White Claw. Die wilden we ook proeven. In de smaak Black Cherry. Zo doen ze dat toch. Zo met de hand erachter. Ja. Dat is voor een Annie Monique. Ja, allebei nog nooit op. Dus die gaan we nu proeven. Ik heb wel de andere smaak op. Dat heb ik je alleen niet verteld. Ik heb de raspberry op. Maar de Black Cherry heb ik nog nooit op. Het is een schijn, hè? Ja. Oké, wacht. Oh, hij ruikt wel heel typisch. Is dit een ding? Dat is een limoen. Oh. Je dacht dat het pas in de lucht was. Ja, komt aan. Wat doe je nou? Bobs. Oh, jezus. Neem de mijne maar. Ik heb nog geen slok genomen. Papa, ja. Die boterham is weer klaar. Au! Nee, oh jawel. Ik kan helemaal geen geluid horen maken. Nee, we waren aan het vloggen. Niet lekker, hè?
Maar waar proefde die andere dan naar? Raspberry. Maar het is zeg maar, het is een, zeg maar een Bacardi Ras met Spa Rood. In plaats van bijvoorbeeld een Bacardi Ras met Sprite. Oh ja, Sprite. Dus hij is minder zoet. Oké, de eerste cocktail. Cute. Zal ik even wat over vertellen? Ja. De eerste cocktail van de avond. Of niet van de avond, want het is 1 uur. Is een Cosmopolitan. Hij is heel lekker. Het is puur vergif. En ik geef het een 7 van de 10. Ja. Hij is lekker. Hij is heel, heel sterk. Ja, daar gaat ik heel veel in. Ik geef hem een 7,5. Wat gaf ik hem nou ook weer? Een 7. Jij geeft wat hoger dan ik. Jij bent makkelijker. Nee hoor. Je hebt lagere standards. Ik hou van drank. Nee, dat zal het zijn. Nee, gewoon in één keer. Zeg maar zo. Bob heeft dit gemaakt. Ja, dan gaat ze dat filmen. Dan denkt ze ook gelijk, die kan... Dat denken we al. Proost. Proost, Tjin. 3, 2, 1. Wacht even. En nu? Zo, en gewoon in één keer achterover. Maar die slagroom dan? Nee, ja. Ook gewoon. Okay, dat gaat niet. Ik stik, hè? Nee, je stikt niet. Ik kan niet met heel gewoon dingen zo. Kijk, ik zal het even voordoen. Jullie... Ja, doei. Kijk, dat blijft bijna hangen. Ik kan niet. Lekker? Ja. Nee, niet lekker. Ja. Maar ik kan dat niet met die slagroom. Tuurlijk wel. Zo gaat het echt altijd als ik die shotje maak. Ja, ik kan alles. Kom op. Maar ik kan niet zo heel moeilijk overheen. Dan moet je gewoon drinken en dan neem je die slagroom mee met je tong. Later wel. Dat was wel heel lekker. Oh. Lekker, hè? Ja. Heel lekker met die slagroom. Ik zie mezelf. Welk cijfer geef je het? 9,5. Jij? 8. 8? Ja, ik hoop het ook 9,5. Ik vind het zo lekker. Ik heb overal mijn lippenstift nu. Ah. Nou jongens, vanaf Bob ging ik eventjes thuis eten om 5 uur. Want ik moet 2 uur van tevoren eten. En toen daarna ging ik gelijk trainen. Lekker met mijn nepwimpertjes. Ik vind het zo mooi. Ik voel me echt geen jongetje meer zonder make-up. Yes. En ik ga denk ik nu zelf bruiner doen. Yes. Ik vind het wel heel spannend, maar... gewoon doen. Boeien. Goedemorgen, het is vandaag woensdag en het is best wel vroeg. Ik moet zo gelijk naar school. Mijn outfitje vandaag is deze trui van Balenciaga. Een kettingje eroverheen. Deze leren broek met split. En ik heb weer een keertje mijn Jordans aan. Yes. En mijn gezicht. I like it a lot. Met mijn wimpertjes. Maar dat zeg ik echt te veel. Oké, ik moet nu echt opschieten, want ik ben al te laat. Bye. Ik ben thuis van school. En ik ben echt zo vreselijk moe. En ik heb hier een hele droge lip. Hele korst. Maar ik ben dus zo moe. We hebben dus 6 uur examentraining gehad. Maar kennen jullie dat gevoel dat je ogen gewoon zo zwaar worden? En nee, het komt niet door mijn wimpers. Dat je ogen zo zwaar worden. Dat je gewoon echt zo wegvalt. Terwijl je echt probeert op te letten. Het is zo kut. Maar goed. Ik moet dadelijk om 5 uur trainen. Dus ik heb tegen mezelf gezegd. Ik ga nu gewoon eventjes slapen. Want ik kan anders toch niks productiefs doen. Als ik moe ben. Want ja... Ik ga altijd op mijn telefoon zitten en shit. Ik ben net wakker. Het is nog steeds woensdag. Maar ik was echt zo moe. En ik ben echt nog steeds heel moe. Oh my god. Maar. Ik had ook nog wat chipjes meegenomen. Maar die heb ik niet eens opgegeten. Want ik ging liggen en ik ben gewoon gelijk in slaap gevallen. Het is nu 4 uur en ik moet om 5 uur bij de training zijn. Dus ik moet ook nog opschieten. Verdomme. Ik ben nog steeds echt heel moe. Dus ik ga als ik thuis kom gelijk weer slapen hoor. Nou jongens, ik heb dus getraind vandaag. En het ging echt heel erg goed vandaag. Vandaag niet gekickboxed.
Maar het was ook niet erg. Vandaag gewoon heel veel kracht. Heel veel billen en benen. En daarna ging ik gelijk thuis. Want mijn broer was er met de kids. En toen hebben we daar een beetje mee gepraat en alles. En toen was het alweer avond. Toen ging ik lekker in bad een uurtje. En toen lekker gedoucht, mijn haartjes gewassen. Dus die ga ik zo nog eventjes feunen. Dus ik heb me lekker mijn badje al. Auw, oh, ik ging echt tegen mijn lip. En nu lekker badjasje aan. Lekker charmant handdoekje. En morgen schoolfoto. Oh, ik neem mijn camera dan wel mee. Dan kunnen jullie zien hoe awkward het is. Maar, oh my god. Ik ga dit aandoen. Maar ik weet het niet zo goed. Kijk. Dit jasje. Jongens, en vorige week vlog had ik dit jasje aan. Maar dat kaartje zat er gewoon nog aan. En ik heb er gewoon een hele avond met mijn vrienden aan gehad. Oh my god. Maar volgens mij hing het niet uit. Volgens mij zat het gewoon in mijn jasje. Maar ik was echt een klein beetje dood. Maar goed. Als het wel te zien was, heb ik echt kutvrienden dat ze me het niet eens vertelden. Maar onder dat jasje doe ik voor school niet een body of zo, want dat ben je heftig. Ja, is wel een body, maar gewoon een dichte. Nou, dit is de achterkant. Maar dit is die ene zwarte, dat het zo een beetje zo open is bij mijn heupen. En dan weet ik alleen nog niet welke broek. Of mijn pantalon, of gewoon een zwarte spijkerbroek. En dan een beetje stoere sneakers. Ik weet het niet zo goed, ik ben er echt nog niet over uit. Maar dat zie ik morgen ochtend wel, als ik het gewoon aan ga doen. Het is vandaag donderdag, de dag van de schoolfoto. En ik ben er al uit met mijn outfitje. Ja, moet ik wel als ik er niet over heb, maar goed. Nou, dit jasje wat ik gisteren vertelde. I like it. En dan die body met dit opengesneden. En deze broek. Ja, yeah, I like it a lot. En mijn make-up, ik heb gewoon die TikTok poeder gedaan die helemaal viraal ging van L'Oreal. En een beetje bronzer en mijn lippen, want ik heb droge lippen. Dus ik denk, ik doe lipstift op, val niet op. En mijn haartje is gewoon gesteld. En dadelijk, vanmiddag om 4 uur, gaan we mijn moeders nieuwe auto ophalen. Het staat bij mij in mijn Mary. Ja, ze gaat de Mary halen. We hebben net een schoolfoto gehad, al een tijdje geleden. Maar we zijn nu echt een heel raar spelletje aan het spelen. Hoe heet dit, Nikiet? GeoGuessr. Ja. Dan krijg je een soort stukje via Google Earth of zo. Google, maar ja, het is Nederland. Het is niet Nederland. Frankrijk. En dan nee, Duitsland moet of zo. Jij op de Google Maps kaart moet jij klikken waar het is, zeg maar. Dus het is een beetje dit. Duitsland. Staat erop? Ja, dat kan ik Einstein. Zwijnstein. Harry Potter wereld. Alsof Waarom jij nu uit een enkel boeren... bordje lezen. Thomas, ik denk dat je gewoon Frankrijk of zo moet doen. Of Duitsland. Ik denk dat Duitsland is. En dan een beetje midden. Oké, ik ben echt net thuis van mijn toets. En ik had een luistertoetsherkansing Engels, maar ging echt kut. Maar we gaan dus zo'n 4 uur de auto van mijn ma ophalen. En hoe heet dat? Het is nu 2:30. Dus ik ben even on my way naar Bob's. En Thomas is daar ook. Dan gaan we gewoon even daar chillen. En dan om 4:10 komt mijn pa me ophalen met mijn ma. En dan gaan we de auto halen. Yes! Mama! Wat? Mary ophalen! Ja. We zijn daar nu, jongens. Vind het spannend. Ja. Mama heeft nog nooit in een automaat gereden. Dit is een automaat. Dus ik durf het niet. Wedden dat ik het nog beter kan. Waarschijnlijk moet ik het haar gaan uitleggen. En we gaan zo Starbucks. Hou je mond, joh. We gaan zo Starbucks halen, hè? Jongens, hij staat dus waarschijnlijk daar. Mama! Echt heel leuk. Ma! Grote moment. Het is al aangebroken. Armen. Mercedes. Kijk, deze wil ik. Aan de slechtste chauffeur van Nederland. Wat doet zo'n Bentley nou voor jullie? Wacht, nee, nog niet. Oké. Wat? Zo. Dit is echt cool, hoor. Zo. Armen,
Mercedes. Hij is nog zo mooi. Oh my god. Ongelooflijk. Ik zou het niet schrijven. Slechts een chauffeur van Nederland. Dit is zo ziek. Hij is nog zo mooi. Deze is voor mij hoor. Ja, hij is mooi. Niet normaal man. Oh, heel mooi. Wat is de schuldige? Wie heeft hem verkocht? Heel mooi, ja. Heel leuk. Mooie auto, ja. Schitterend. Ik doe het niet zo. Zou die dat is weg, hoor. Die oh, is heel ziek, jongens. Die zijn nog mooi, zeg. Ja. Kijk, ja, speciaal. Wauw. Oh, dit is ook helemaal chouette. Wauw. Ik ga hem niet uitrijden, hoor. Dat durf ik niet. Ik doe het wel. Grapje. Cute. Dankjewel. Tom. Dankjewel. Nou, ik zit wel lekker. Ja, ik kan daar nog elektrisch bij stellen. Lekker hoor. Moet ik naar voren in? Nee, ik zeg goed. Prima, je hebt nog ruimte ook zelf. Nu heb je 4 deuren, hè, man? Ja. Dat had je nooit. Even kijken hoor. Maak even profiel aan. Kijk dit. Dat is hier liggen. Ja. Even je P-A-Q. Q-U-U. Kijk te zitten hoor, omaatje. Ben ik nerveus? Nee, navigatie. We gaan nu niet rijden. Oké, chickies. We gaan eventjes de navigatie. Hoewel de dak dicht hoor. Is het aan te komen? Oeh, koud. Oh, nee. Kijk, ik weet al hoe deze shit werkt. Het wordt ook mijn auto later hoor. Dan mag jij op een gegeven moment de Fiat 500. Hoe gaat hij nou naar voren? Die bank, die stoel omhoog? Mam, gewoon aan de zijkant. Oh, ik ben zo nerveus. Even normaal doen. Navigatie. Dit is zo cool. Hij moet er omhoog. Ja, jij kan het gewoon proberen. Dan zie ik niks. Hey, Mercedes. Wat kan ik voor je doen? Zet de navigatie aan naar Starbucks de Kuip. Nee, eerst naar huis, jong. Nee, we gaan naar Starbucks. We gaan even. Raam, mam. Raam? Je weet wel hoe een raam werkt. Kom op. Ik heb. Kun je dat nog? Je zei over de stoel. Nee, ik heb hem al. Ik heb hem al. Kijk maar, ik heb hem goed. Mama, geen gas geven. Ja, ik heb hem helemaal. Dit is ideaal. Maar ja, dan moet je hem even opslaan. Dat dan... Ja, de spiegels, eerst de spiegels. Ja, eerst de spiegels. Oh, dat is totaal instelling. Ja, dat is het buitenspiegelstukje. We zijn nu, mama heeft overleefd. Het rijden is hartstikke makkelijk, toch? Hartstikke goed. Ja, dat zei ik toch. En we zijn nu even bij de Starbucks. Even een Starbucksje halen. Oké. Okay. Bye. Beraadsel, hoor. Bam! Nee, grapje. Zo, Jen. Hoe was het? Goed. Het was echt een lekkere wc. Heel warm. De bril was verwarmd. Weet je niet even. Dat komt omdat ik erop heb gezeten. Nou, ik denk dat het een beetje mijn billen waren, hè? En ik ben weer terug van weg geweest. Ik moet even de merrie ophalen, maar we zijn er weer. De merrie ophalen! Alright, chickies. Ik ben lekker thuis. En ja, die auto van mama is echt top. Ik heb al tegen haar gezegd, als ik 18 ben, dan staat er opeens Fiat 500 op de oprit. En dan ben ik opeens naar de Uni. Met de merrie. Ik zei, bereid je maar voor. Even lekker een Starbucks. Yes. En ik ben echt weer zo dik aan het eten. Echt vet aan het eten. En ik wil echt, nee, dat kan echt niet meer. Wat ik echt nu aan heb is zo tokkie. Maar ik vind het zo grappig. Want ik heb echt scheid. Want ik zit lekker thuis. En ik ga zo lekker serietje kijken. En ja, kijk. Ik heb deze sweater aan. Oh, rood hier. Deze sweater aan en ik heb deze juicy broek aan. Ik ga stuk. I like it. Juicy. Past echt niet bij elkaar. Kijk nou. Het is ook een flared broek. Maar ik heb gescheid. Goedemorgen. Het is vandaag vrijdag. En wat een kop. Jezus. Maar... ik had vanochtend even een uurtje online les, examentraining, Engels. Ging ze wat tips uitleggen, maar dat heb ik lekker in bed gevolgd. Oh, tering, hier ligt nog allemaal zout. Ja, de zout was gevallen.
En het is nu inmiddels 12 uur. En ik kom echt net mijn bed uit. Want ik heb echt heel de tijd TikToks gekeken. Want ik wil nieuwe inspiratie. Maar ik weet verdomme echt niet wat ik moet maken. En ik ben niet naakt. Ik heb een crop top aan trouwens. Van Juicy. En de broek ook. Maar ik heb dadelijk nog 3 uurtjes kunst algemeen examentraining. En daarna heb ik weekend in principe. Maar ik dacht, zal ik vandaag, want ik heb niet zoveel op de planning staan. Ik dacht, zal ik vandaag gewoon een beetje contentdag maken voor Insta en TikTok. Dus een beetje foto's schieten. Ik ben toch sowieso alleen thuis. Dus zet ik mijn telefoon ergens in standaard. En het zonnetje schijnt best wel lekker. Dus dat is sowieso wel mooi licht meestal voor een TikTok. Dus ja, ik denk dat ik dat gewoon ga doen. Oh, en trouwens, Noah, kom, we gaan naar boven. Het is dinsdag Koningsdag en maandag is het Koningsnacht, joh. En ik heb dan wel een planning. Dus ik heb gisteren best wel wat besteld. Ik heb een superleuk jurkje besteld bij Pretty Little Thing. Oh, maar ik moest wel helemaal expres levering doen. Anders komt het niet op tijd binnen. Dus dat komt als het goed is vandaag binnen. Ik ben echt heel erg benieuwd. Ik heb een jurkje besteld, oranje. En een topje voor de zekerheid van als het jurkje niet zo leuk is. Lijkt als jij ook moest schapen. En ik heb daar ook gelijk een broek besteld. Oeps. Dus misschien als dat op tijd binnenkomt, kan ik daar nog een fotootje mee maken. Ik heb echt heel veel outfitjes. Ik heb deze Gucci rok met dit topje. Ik heb een Preston shirtje met een petje en dan die broek. En die broek met zo'n crop top en die band. Dit t-shirt zonder broek. Deze Prada rok met deze body erop. Dit tasje. Dit jurkje met deze band van Prada. En dan mijn Gucci panty. En daaronder nog een jurkje. Dus ik ben echt nog wel eventjes zoet vandaag. Oké, ik heb dus met best wel veel outfitjes foto's gemaakt. Echt superleuk. Ik heb nu deze aan. Maar opeens is de planning dat ik naar de stad ga met Thomas en Nikita. Bob is net weg. Bob heeft foto's van mij gemaakt. Maar ik denk dat ik deze rok gewoon aanhoud. Want het is echt heel erg lekker weer. Alleen ik twijfel wat ik er dan op doe. Of een trui, want dan hoef ik geen jas aan. Of een topje en dan trui meenemen of zo. Ik kijk wel. Oké, cute. Ik heb dit aan. Ja, ik vind het zo leuk. Dit is die body met die splitjes hier. I like it. Echt heel cute. Yes. Ik ga gewoon zo naar de stad. Ik heb scheid. Jongens, we zijn zo vroeg in de stad. Nikita, waar ben je? En we hebben eventjes Starbucks gehaald. En Matt kijkt me echt heel erg aan. En Nikita ook. Thomas, die geeft geen fuck. Waarom worden jullie aangekeken dan? Vraag het ze. Net toch in die auto's allemaal. Dat was echt heftig. Dat is echt een vleeskeuring. Maar waar lopen we nu heen, jongens? We lopen heel erg de verkeerde kant. We hebben geen kant waar we heen. Ja. Maar wat is nu het plan? Want we hebben net Starbucks en... Ja, we kunnen... Echt. Ja, en wel een zonnetje. Ook daar. Oké. Okay. Zullen we dan gewoon die kant op lopen? Ik weet niet wat daar zit. Benjamin, ik ben Rotterdamse. Ik woon hier in de stad. Het is vandaag zaterdag. En ik heb hier echt een hele rode vlek. Aoi. Maar boeien. Het is inmiddels 2 uur. Ik heb even een workoutje gedaan met Thomas. Hij was op FaceTime met mij. En dan gingen we samen buikspieren doen. En benen. Ik ga denk ik nu eventjes mijn vlog editen. Want die komt morgen online. En aangezien ik vanavond weer weg ga met vrienden. Kan ik maar beter nu beginnen. Want anders weet ik het weer. Want dan is die morgen weer niet op tijd af. En dan weer gezeik. En dan plaats ik hem weer later deze week. Dus dat gaan we gewoon niet doen. Mijn kaart zat vol. Dus ik moest eventjes wat eruit knippen. Maar ik was aan het vertellen. Ik heb mijn Apple Watch weer opgeladen. Want die gebruik ik echt nooit meer.
En ik wil even kijken voor zo'n metalen bandje. Ik denk dat dat wel heel leuk is. Dus ik ga dat even opzoeken op internet. Dat ga ik eerst doen en dan ga ik mijn vlog editen. Ik ben klaar met de vlog. Oh, dat was mijn telefoon. Oh, er zit echt een gat in mijn hoesje. Oh my god. Maar ik heb best wel trek in een pokeball als avondeten. En daarna moet ik me opmaken en aankleden voor vanavond. Even vragen. Pa, mag ik een pokeball bestellen? Ja, oké. Kom dan, Ciclo. Papa, kijk dan. Moppies, ik ben weer klaargemaakt. Het is weer zaterdagavond. De haren zitten weer in de krul. En ik heb weer een lekker outfitje aan. Niet heel bijzonder vandaag. Maar borstel, want het zag er niet uit. Nikita komt zo hierheen. En dan fietsen we samen naar waar we heen gaan. En Caro gaat ook mee, gezellig. En dan slapen ze bij mij. Ik heb gewoon weer lekker mijn Apple Watch om. Echt nice. Dus die hou ik ook lekker om. Ik heb zeg maar als outfitje dit aan. Alleen, ik weet nog, ja, dit is een nieuwe broek van Pretty Little Thing. Echt, I like it a lot. Daar is dit. Oh my god, ik heb nog sportsokken aan. Die had ik even vergeten. En ik moet nog even wat sieraadjes om. Want dan ben ik ook vergeten. Dus dat ga ik eventjes doen. Oké, jongens, echt nog beter. Ik wilde een jasje erbij aan. Omdat ik het in het begin altijd koud heb. Dus toen zag ik deze. En ik dacht, wow, superleuk. Dus die heb ik gewoon hier opgedaan. Echt heel leuk. En dan hou ik die denk ik gewoon aan heel de avond. Tenzij ik het echt warm krijg. En dan kan ik hem lekker uitdoen. But I like it. Deze komt van de shoplog van de Zara. I don't know of die online staat wanneer deze weekvlog online staat. Het is vandaag zondag. En het is inmiddels 3:30 'smiddags. Ik verveel me een beetje vandaag. Dus ik heb heel veel kleding van mezelf op Vinted gezet. Ik dacht, ja, laat ik maar gewoon verkopen. Want ik heb gewoon zoveel kleding wat ik niet draag. Bijvoorbeeld deze broeken zitten in de Shein shoplog. Ze zijn super leuk, maar ik zou het zelf gewoon, draag ik het gewoon niet. Ik zei tegen mezelf, ga ik wel doen. Nou, ik ben nu 3 maanden verder en ik heb het nog niet 1 keer gedragen. Dus volg me op Vinted, Jennifer Maria ook. En misschien staat er wel wat leuks voor je tussen. We zijn onderweg naar Starbucks. Ik heb het zover gekregen. Lekker in de merrie. Ik heb even een petje op, want niemand hoeft me hoofd te zien. En ik heb gewoon even dit aan. Ik denk dat ik gewoon een frappuccino ga halen en bananenbrood. Ik heb frappuccino, cookies en cream. En mijn moeder een cappuccino. En ik heb in mijn tassie 2 stukjes bananenbrood. En ik heb verslaafd aan, echt heel erg. En nu even naar huis rijden. Maar ik mag de muziek niet laten horen, want dat is auteursrecht, hè. Helaas. Nou, vond je de video nou leuk? Doe dan even een duimpje omhoog. En abonneer op mijn kanaal hier beneden. En dan check ik jullie hopelijk volgende week weer. Doei!